and then focus for you or so. That's what I'm saying. Yeah, actually, see, the C cell has the problem, the A, and below you put 5 inches or 5 inches of paper. And then. Oh, that's the one that was he geplukt eigenlijk. Meteen, ja. Nou, die benadruk, wat voor angst de kickbokser Mohammed K., de gemeente Schutter dus, inboezemt in het milieu. Iedereen siddert voor hem en zal ze wel 3 keer bedenken om hem te verraden. De mannen realiseren zich dat dit natuurlijk ook gold voor Marcello, die er dus een aantal maanden heeft vastgezeten voor de dubbele moord en toen intensief is verhoord. Hij is iemand bang geweest dat je gaat hem verraden. En dan Marcello opgepakt, zelfs verhaal. Ja, ja. Marcello hadden niet verhaal en hij heeft ook een kees. Hij was gepakt, hij was wel 8 maanden. Ja, dat is 8 maanden precies. Ja. En nog vrij, niet helemaal vrij, maar toch. Ja. Daarom is hij zo. Daarom is hij dat hij nog naar boven kwam. Nee, ja. Marcello wordt gezien als de link met de opdrachtgever voor de schokkende dubbelmoord. Die opdrachtgever, in het scenario van de politie dus, de gewelddadige en jaloerse ex van Manita. Nu wordt voor het oog van onze verborgen camera's bevestigd dat Manita's ex inderdaad contact heeft met deze man uit Almere. Want die ex van haar,